1, 2, 3. Hout op maat. Klopt. Ik maak al wat cuisine, schutjes en ik ben nu een grote boerderij aan het verbouwen. Meer al van dat soort klussen, zeg maar, aanbouwen, verbouwen. Tuinhuisjes, schuurtjes, nou, ja, eigenlijk alles wat een beetje op je pad komt. Dit moet in vervanging worden. Dan kan een schilder ook weer bieden. Dat is gewoon heel druk. Mensen die willen hun geld wat ze overal toch besteden en alles wat in het hoest ook. Dus geen financiële hulp nodig? Nee, nee, dat heb ik ook helemaal nog niet. Ik kreeg wel allemaal mailtjes zo van, we kunnen die wel helpen, maar nee, dan maar uit. Want alles wat je krijgt, dan moet je ook weer terug gedaan. Tenminste, dat is volgens mij de praktijk. Met kerst staan we natuurlijk allemaal corona. We hebben gewoon heel weinig klachten gehad en ja, dat is wel heel prettig. Je kunt nu in de toekomst kijken, maar als dat op deze voet deur gaat, ja, dan geloof ik nooit. We helpen 1 op 1 mensen met het probleemgedrag van een hond. En het kan van alles zijn. Het kan trekken aan de lijn zijn, uitvallen aan de lijn. Ja. Hij wil er ook op. Hij wil er ook op. Maar het kan ook zijn angst, onzekerheid. En daar helpen wij met 1 op 1 trajecten, helpen wij mensen daarmee met het oplossen van het probleemgedrag. We zijn nu het naslopen aan het oefenen. Heel veel mensen lopen daar tegenaan. En waar we dan ook veel mee werken is, willen we natuurlijk goed gedrag willen we belonen. En negatief gedrag willen we negeren. Dus we gaan ook vooral kijken naar van wat motiveert de hond om het juiste gedrag te laten zien. En dat is waar we eigenlijk op inspelen. Dus wat heel jammer is, is dat natuurlijk allemaal in groepen stilstaan. Ik heb meerdere groepen. Wij krijgen geen steun. Want daarvoor draaien wij nog wel goed genoeg. Dus wat dat betreft, hè, zoals ik al zei, we mogen niet klagen. Maar de gevolgen die zijn wel zeker duidelijk. Regelmatig even een stukje kaas halen, hè? Ja, hè? Een stukje kaas, even naar de groenteboer, af en toe even een visje. Dat is toch het lekkerste wat je hier uit Eindorp kunt halen. Ja, de coronatijd en met kaas op de markt. Ja, dat is op zich niet verkeerd. Iedereen die komt kaas halen, nou vers op de markt natuurlijk. Ze durven niet meer de winkel in, dus dan komen ze bij ons op de markt. Dus voor ons is het wel een goede tijd. Ja, de maan van de film lust ook wel een stukje kees, maar die kan niet eten nou zeker? Nee, mijn mondkapje kan niet eten, hè? Oh, dat? Oké, okay, je gaat allemaal. Zit, hij gaat in een mondkapje, gaat het zelf allemaal. Kijk, daar raad ik wel door. Dankjewel. Maatregelen moeten nemen? Ja, we hebben niet zo heel veel eigenlijk. We hebben de afstand van 1,5 meter hebben wij hier. En de mensen houden zich altijd goed aan de regel dat ze even moeten wachten, dat ze op afstand blijven. Dus op zich is dat geen probleem. Ja, af en toe lopen er wat boa's rond op de markten en die, nou ja, als er wat niet goed gaat, dan wordt er ingegrepen. En dat moet natuurlijk ook. We zijn inmiddels een jaar verder met de hele corona gebeuren. Wij hebben er weinig last van. We hebben meer dan 1,5 meter afstand, dus hij zit natuurlijk goed. Merk je ook dat mensen anders zijn? Jawel. Ze worden wat, ja, een beetje banger. En heeft het voor jullie persoonlijk dan ook gevolgen? Kijk, hadden met inkopen en... Ja, de inkopen sowieso. Je moet nu alles bestellen. En dan laten ze het brengen. En normaal mag je gewoon zelf kijken, ja, en voelen en, ja, en proeven. Nee, je en... komt er nou niet binnen. Het moet weer gauw met je weer veranderen. En in welke zin? Dat de winkels weer een beetje open gaan. Maar als het dan inhoudt dat jullie weer minder klanten hebben? Ja, ja, dan is het weer leveren. Goeiedag Jan. Hallo. Op de markt. Ja, eten moet doorgaan en vooral die vis. Gedragen mensen zich ook anders als ze aan de kraan komen staan? Ja, normaal had je ze allemaal hiervoor staan. Nu staan ze echt helemaal verdeeld, overal, ja, staat wat, zeg maar. Ja, ja. Dus je kunt het in cellen in haast een beetje zien als het nieuwe uitgaan. Eventjes naar de markt, even met elkaar praten. Ja, het uitje van de dag, ja. Visje van de maat, ja. Ja, ik ben benieuwd hoe het straks gaat als alles weer open gaat en zo. Of het dan weer minder wordt. Ja, precies. Ja, dat is afwachten. Ja. Maar voor nu hebben we het heel erg druk gewoon. Dus ja, het gaat heel goed. Niet alleen corona, maar ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen. We maken alles zelf. We kopen eigenlijk alleen maar dieren vanuit de natuur in.
Die verwerken wij en dan maken we dus vleeswarens en andere dingen zonder meuk. En meuk, mensen willen, wat is dan meuk? Nou, dat is zonder troep, dus zonder toegevoegde suikers die er eigenlijk niet in hoeven. En dat is eigenlijk smaakversterker, vulstoffen of andere troep, zoals wij dat zeggen. Daar staat Leon, staat wat uit te benen. Wat ben je nou aan het uitbenen, vraag maar? Dat is een lende. En dit is van een? Een koe, menasou. De rouge de pré. Door corona is het natuurlijk ook voor mensen is het steeds tastbaar geworden. Wat de bio-industrie of andere industrieën effect hebben op de natuur. Waardoor dit soort pandemieën kunnen ontstaan. We hebben het heel hartstikke druk en wij zijn eigenlijk op zoek naar personeel. Naar scholieren, naar mensen die echte slager willen worden. Maar ook zeker mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn van harte welkom. Somebody